Georgina Rens, we zijn hier op het Rembrandtveld. Het circus wordt opgebouwd. Wat komt er allemaal bij kijken? Voor de circus? Ja. Ja, we zijn nu aan het opbouwen met de circustent, kun je ook zien. We zijn de laatste avond hier aan de station aangekomen. Nu zijn we aan het opbouwen met de hele vier medewerkers. Wij beginnen met onze voorstelling aan vrijdag tot pinkstermaandag. Ja, dan hebben we drie, vier dagen pauze. Dan beginnen wij weer vanaf vrijdag tot zondag. Ja, en nu zijn wij het hard aan werken, opbouwen voor de show. Hoeveel mensen werken hier? Ja, we zijn een heel grote familie. Zelf met 10, 12 personen. Dan de hele medewerkers en artiesten. We zijn ongeveer met 18 tot 20 personen. Die en dat werken. Zijn ook artiesten? Ja, we hebben artiesten uit bijna heel Europa. Uit Oekraïne, Frans, Italië, Tsjechië, Duitsland, Nederlands. Ja. Maar die werken ook mee aan het opbouwen? Ja, die werken ook met bij de opbouwen, bij de voorstelling, bij de show, voor de reclame. We zijn overal. Wat is er nou zo mooi aan het circus? Ja, wat is er mooi aan de circus? Ik ben zelf in de circus geboren. Ik denk, man moet ook hineingeboren zijn voor het circus, om dat leven mee te maken. Het is altijd flexibel, mooi. We zijn heel Nederland, Europa onderweg. Man ziet heel veel andere mensen, andere plaatsen. In de zomervakantie zijn we in Zeeland. We waren schon in Austria, Danmark, Italië, Frankrijk. Man ziet echt heel veel met de circus. Maar is een speciale leven hier in de circus. Is het niet zwaar met het warme weer? Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Maar hier is een mooie terrein. Een beetje wind komt af. Maar dat komt goed, denk ik. Ja. Als het warm weer is, komt er wel publiek dan? Ja, toch. Ja. Die mensen die in de circus komen wollen, die komen ook uit het warm of heet is, wetter. Ja, dat komt. Wat is hier allemaal te zien dit weekend? We hebben artiesten uit heel Europa. We hebben acrobatiek in de lucht, acrobatiek. Aan de trapeze, aan de grond hebben we in de manegepiste met hula hoop acts, met hondjes. Ja, onze heel veel dierdressuren van het familie Rens, die zijn heel speciaal. We hebben 8 Arabische hengsten, paarden, in een vrijheidsdressuur. Dan hebben we een heel nieuwe dromedar act met 8 dromedaren. Die is voor het eerste keer, also heel nieuw, speciaal. Dan hebben we voor de kleine kinderen hebben we de ponies en we hebben watoesierinderen. Heel veel mix in de voorstelling. Wat vindt u zelf het mooist? Die dierdressuren. Ja, mijn man werkt zelf met de dieren, met de Araben, met de paarden. Vroeger heeft hij gewerkt met de Andalusiërs, nu zijn Araben. Met de olifanten heeft hij gewerkt, met kamelen, met dromedaris. Ja, en ik ben altijd daarmee bij en voor mij ook zelf, voor mijn kinderen, die lieven de dieren. Nee. Olifanten mag niet meer. Wat vindt u daarvan? Jammer. Ja. Nee, is het jammer, maar als het zo is in Nederland, dan kan man niks doen. In Duitsland mag het nog wel, maar in Nederland halt niet. Ja. Waar kunnen mensen kaartjes kopen? Ze kunnen kaartjes kopen online, op Social Deal of op onze speciale website. Of natuurlijk bij ons aan de Circuskassa. Vanaf vrijdag is die kassa geopend, een half uurtje voor de voorstelling. En daar kunt u ook die tickets krijgen.